Maar als het dadelijk echt heel dunnetjes wordt met de arbeid, ja, dan moet je er werk bij zoeken, ja. Pluimveehouder Edwin van Remmen heeft 1 sollicitatie al de deur uit. Hij heeft al 55.000 kippen vernietigd. Nu besluit hij voor de 2e keer duizenden kippen te laten vergassen. Niet te geloven, hè? En waarom? Ook pluimveehouder Martijn van Veldhuizen in Lunteren heeft net als veel andere boeren zijn kippen laten vergassen. Dat is natuurlijk dramatisch. Dit wil je niet nog een keer meemaken. Als je de deur open doet, dan zie je 1 mat aan dode kippen door de hele stal. De meeste kippen komen naar beneden. Wat doet dat met u? Ja, dat op dat moment dat je die deur open doet, dan breek je helemaal. Dat wil je nooit meemaken en vooral niet bij gezonde dieren. De eieren kwamen niet goed uit de test en er zat zelfs meer fipronil in dan aan het begin. Hij wilde de kippen niet doden, maar kon niet anders. Omdat het emotioneel en financieel niet vol te houden is om die dieren langer te houden. Het gaat in ons geval elke dag, als je alleen naar voer en eieren kijkt, kost het 1.000 euro per dag. Maar als wij geen vooruitzicht hebben dat beter wordt, dan word je gedwongen tot deze keuze. Wat hoort u van het ruimingsbedrijf? Is het druk? Ja, ja. De jongens die hier waren moesten er gisteren sowieso al 3. Ja. Ook het meldpunt voor pluimveehouders in Barneveld merkt dat pluimveehouders steeds vaker kiezen om met fipronil vervuilde kippen te doden. En de onzekerheid blijft enorm groot op welke termijn dan die kippen daadwerkelijk verkoopbare eieren produceren. En of dat überhaupt gebeurd is, hier en daar de vraag. Van Veldhuizen is zo verbitterd dat hij het vak niet meer aanraadt aan zijn kinderen. Nee, mijn kinderen moeten geen pluimveehouder worden. Dat adviseer ik niet.